En hoe is het leven in Gerardsberg tegenwoordig? Oh, chaotisch. Chaotisch? Ja. En waarom chaotisch? Ja, omdat we wat beslissingen hebben moeten nemen die wat voor chaos hebben gezorgd. Verklaar u nader. De sluiting van een zwemkom. Ah, ja. Van een open zwemkom dus dan nog. En de verhoging van de belastingen. Oei, van de gemeentebelasting. Ja, van de federale belastingen kunnen we dat nog niet doen. Nee, nee. En waarom moesten de gemeentebelastingen naar omhoog? Wel omdat we op ons grondgebied een ziekenhuis hebben. En om dat in stand te houden, hebben we nogal wat geld nodig om dat te zeggen. En de mensen waren nog niet met akkoord? Met die belastingen, ik denk dat dat toch gepasseerd is op een goede manier. Maar het is een sluiting van een open zwemkom. Oh, dat natuurlijk, dat zit in de genen van de Gerardsbergenaars. En is er een nieuw zwembad gekomen? Of? Er is een groot zwembad, overdekzwembad op ons grondgebied ook. Hè. Dus... Weet je wat dat? Slierbaan. Als je een slierbaan in je zwembad, dat zorgt voor de nodige pacificatie. Wat zwembad als er water in staat, grote slierbaan, met water in. Naar beneden. Als er... Hier in Gent, we hebben hier ook de grootste zwembad van Vlaanderen eigenlijk. De Rozenbroeken is nu met drie grote slierbanen. En sinds dat de slierbanen er zijn, zijn de gemoederen serieus getemperd. Aan open. Ja. Is Gent een pak... Gesloten, ja. Ah. Maar kun buiten ook zwemmen. Ja. Dus ja, als dat een tip mag zijn, slierbaan. Ja, maar dat hebben we al. Maar je hebt slierbanen. Ja. Oei, ja. Nog altijd problemen. Ja. Maar we doen een keer recht staan achter de stoel. En, maar ja, wie Gerardsberg zegt natuurlijk ook, de stoel weer verplaatst. Hè. Maar dan mag een beetje meer naar achter. Nog een beetje. Ja, zo. Oké, ja, perfect. Wie Gerardsbergen zegt natuurlijk ook de muur van Gerardsbergen. En de mattentaart, ja. Wat? En een mattentaart. Ik moest er meegenomen hebben, maar ik zeg, ja, daar gaat dan veel volk zijn. Nee, en heb je hem zelf al een keer opgereden? Absoluut. Ja? Regelmatig? Nee, toen ik 16 was, ja. Ah ja, toen, maar ja. En nu tegenwoordig niet meer. Nee. Ik vind toch als burgemeester van Gerardsbergen dat de mensen één keer per jaar de muur op zouden moeten. Maar moet je... Met de vesten bij, hè. Zo uploaden naar boven, en het is lastig, hè. Moet je wel faken, hè. Op, ja, faken. Ik kan chalarakken doen, zo, hè. Wat elektriciteit bijsteken. Ja. Ik moet zeggen, ik ben ooit een keer lang geleden op een nieuwjaarsfeest geweest en iedereen moest verkleed zijn als iemand. En ik had mij verkleed in Adolf Hitler. En, en ik kom naartoe op het feest, maar het was ergens wat nog nooit niet geweest was. Dus ik bel aan en er doen mensen open die ik niet ken en die kijken zo naar mij. Ik zeg, het is hier niet zeker dat ik moet zijn. Nee, meneer, zeg. Echt gebeurd, in Gerardsberg. Ja, gaat u beter in de muur verkleed dan. Ja, dat is waar, ja. Ça va? Hartelijk dank.